Deze beschouwing is een antwoord op een reactie. Dat is altijd leuk, hè? Ik heb een reactie gekregen van iemand en die heeft ook een YouTube-kanaal. Het is een reactie op beschouwing 107. En uh, zijn YouTube-kanaal is xxx, Spaansie, xxx. En die beschouwing 107, die heeft als titel Over mijn dochter en het opvoeden van kinderen in het algemeen. Ik vond het een hele leuke beschouwing. Ik ben een beetje mijn stijl aan het vinden, vind ik, in de beschouwingen. Dus uh, mijn beschouwing, mijn mening. En als je het niet leuk vindt, nou, uh, <laughs> doe je schermpje dicht voor YouTube. Uh. Het is zondagochtend, het is nog geen negen uur en ik drink een kopje thee. Nou, de reactie van XXX, spatie XXX. Die luidt. Ik vind die, video's van, die, ik vind die video's over je persoonlijke leven erg interessant. Nu je de laatste tijd zo vaak spreekt over de moeder van je kind, vraag ik me af hoe het zover is kunnen komen. Hoe is de relatie begonnen? Misschien stof voor een volgende beschouwing. En dan een uh, soort smiley met een uh, ja, soort van knipoog. Zo. Een knipoog en een smile. Zo. Een punt, komma, een haakje sluiten. Ja, leuk hè. Ja, dit vind ik hartstikke leuk. En. Om het even zinnetje voor zinnetje, waarom vind ik dit leuk? Nou, ik betrek mijn persoonlijke leven in mijn beschouwingen. Niet om uh, mijzelf uh, uh, zielig te verklaren of zo. Van begin Giro 555 en stort allemaal om Perry te redden of zo. Nee. nee, ik heb helemaal geen hulp nodig en ik wil ook geen geld. Ik wil ik geen medelijden? Dat gaat het me helemaal niet om. Mijn ding is dat ik in mijn beschouwingen het wil hebben over, over de mensen vooral. Dus ik betrek ook dingen erin die ik meemaak op mijn werk. En ik probeer in de dingen die ik meemaak iets als een algemene lijn te zien. En ik koppel die algemene lijn terug naar de Bijbel. Wat voor mij het boek het woord van God is. Het boek is, het woord van God. Oftewel uh, de volksmoraal. En ja, was ik dan een socioloog geweest. Een socioloog die doet sociologisch onderzoek, en die gaat enquêteren. en die heeft dan allemaal onderzoeksgegevens en dan kan je die onderzoeksgegevens bespreken. Nou, ik ben geen socioloog. Maar ik ben het wel. Ik ben wel heel oplettend naar dat, op dat wat ik allemaal meemaak. En wat ik meemaak, dat is mijn eigen leven. Dus vandaar dat ik de dingen die ik meemaak in mijn persoonlijke leven. Die bespreek ik. Als heel nuchter, dus hè? als onderzoeker, zullen we zeggen. En deze man, volgens mij is het de man. Weet je nooit helemaal zeker natuurlijk, maar volgens mij is het de man. En die vindt dat interessant. Dat ik mijn persoonlijke leven erbij betrek, dat vindt hij interessant. Ik denk, nou, mooi zo. Want daar is het ook voor bedoeld. Wat mij overkomen is dat, dus aan de ene kant zitten daar aparte dingen tussen, en aan de andere kant ben ik echt niet de enige. En als je tweede zin nu je de laatste tijd zo vaak spreekt over de moeder van je kind, vraag ik me af hoe het zo ver is kunnen komen. Nou, inderdaad heb ik het de laatste tijd daar wat vaker over. En dat heeft er alles mee te maken met dat ik haar en ook haar dochter vergeven heb. Ik heb het een plek kunnen geven. Ik heb twee jaar lang gezopen als een ketellapper. Om op zoek te gaan naar de bodem, de. De, de, de bodem van de bodemloze put, ofzo. Het was op zich wel een leuke tijd. Veel Netflix. <laughs> Veel wiet. Hoop de bak. En suipen. En schaakspelen. En dan weer Netflix kijken. En dan weer suipen. En dan uh, boos zijn en gefrustreerd zijn en alles. Nou, daar ben ik dus mee gekapt. En gedacht en gezegd tegen mezelf, want wow, het is afgelopen. Je accepteert dat het gebeurd is. Je accepteert dat die dingen gedaan zijn. Die handelingen zijn verricht... En de moeder van mijn kind, die. Ja, die heeft die handelingen. hoe wanstaltig en weerzinwekkend ze ook maar waren. Ja, die heeft ze gedaan uit. Ja. ja. Er zat wel kwaadaardigheid in natuurlijk. Dus ze heeft het gedaan uit kwaadaardigheid. Maar ja, waar kwam die kwaadaardigheid vandaan? Ja. En moet je kwaad zijn op iemand die kwaadaardig doet? Nee. Dat moet je helemaal niet doen, want dat slaat nergens op. En mensen die kwaadaardig doen, daar moet je bij uit de buurt blijven. Nou, dat is toch gebeurd? Zij wilde toch die scheiding? Dus het was voor mij alleen maar makkelijk om bij haar uit de buurt te blijven sinds de scheiding, want uh, ja, ik had mijn eigen huis. Ik, dan heb je dus afstand genomen van iemand in letterlijke zin. Dan heb je nog geen afstand kunnen nemen. in, de, in je emotionele zin. Ik heb nog heel lang geprobeerd om mijn dochter. ja, om het zeg maar 50-50 te krijgen tussen mij en die moeder. Hè? nou de helft van de tijd bij je moeder en de helft van de tijd bij mij, ja. 50-50. Nooit gelukt. Ik kwam niet verder dan 90-10. Uh, 90 procent 90 bij de moeder en 10 bij mij. Ja. Dat frustreert, jongen. Dat, uh, dat, dat vreet aan je. En nu heb ik dat uh, naar mijn dochter toe. Nu heb ik mijn dochter, nou mm, ja, niet zozeer dat vergeven, maar wel wat andere dingen die zij naar mij toe heeft gedaan die ik niet tof vind, dat heb ik ook vergeven. maar zitten. Kijk zo'n even naar mijn dochter kijkend, daar. Ja, het is een... Voor haar omgeving... Uh, zij wordt gezien als een hartstikke lief iemand. Heel aandachtig. Uh, nou, ze is een graag geziene gast. Op feestjes en verjaardagen. En, uh, altijd leuk als zij komt. Ja. Het is een bedeesd iemand in de omgang. Maar dat, zo ogenschijnlijk zit het wel tof in elkaar. Ik ken haar natuurlijk beter. En zij is verwaarloosd en mishandeld door haar eigen bloedeigen moeder. En. Met haar kan ik daar niet uh, lekker over gaan bomen. Want in haar achterhoofd zit nog steeds zoiets: van ja, uh, jij kan niet met mama overweg. En ik wel. En uh, ja, jij kan niet met mama overweg. En dan ga jij ook nog lelijk zitten praten over mama. En la 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 la. Ik kan haar niet duidelijk maken dat zij verwaarloosd en mishandeld is door de bloed moeder. En nu is ze dan nuance op kamers. Maar trekt nog heel veel naar die moeder toe. Ja, ik ga daar niet meer aan lopen trekken hoor. Die, die tijd, ik heb dat losgelaten. Dat heb ik dus wel gedaan. Ik heb, eh, ook als die moeder dan weer dingen deed. Die ik van. Oh nee, niet weer. En dan ging ik daar met mijn dochter over praten. En lalala. Maar dat doe ik niet meer. Mijn dochter is dan nou 19. En als ze dan nog steeds zo naar de moeder blijft trekken. Ja. Het is zielig. En het maakt haar een. Onaantrekkelijke partner voor een man. Ja, dit hoor je goed. En gelukkig is dat niet erg, want zij heeft eh, momenteel geen behoefte aan een man en ze ziet zich ook niet als moeder van kinderen. En nou, zoals het er nu uitziet, maar je weet het natuurlijk niet. Maar als je deze gedachtegang van haar extrapoleert, dan wordt het straks een oude vrijster. Zo'n vrouw alleen met een leuke baan. Ik heb zo'n tante, tante Irene. Die is best gelukkig hoor. Die heeft, echt, die heeft genoeg geld. Die heeft altijd goed, ge goed gearbeid. Die heeft een HBO-diploma gehaald in de chemie, dingen, medische toestand. Altijd goed verdiend. Twee keer per jaar op vakantie. Hij heeft een geweldig leuke flat in Amsterdam. Zuid, is het? Zuidwest. De metro die stopt me haar voor de deur en daar heeft ze geen last van, want ze woont op de achtste verdieping. En ze heeft een lift. Ja, ze heeft een hartstikke mooie flat. Goed inkomen. Maar wel alleen. Dat wel. Maar dat doet ze dan. Maar dan. Ze, ze, zit, ze doet iets van mantelzorg in de flat voor een vrouw die is seniel. En ze heeft een bridgeclub. Ze gaat elke week naar het zwembad. En dan gaat ze baantjes trekken. Dus ze ja, zorgt ook goed voor het lichaam. En, en ze rookt niet. En ze drinkt af en toe een glaasje wijn. En dat is het dan. Nou, zoiets gaat mijn dochter denk ik ook krijgen. Een man, dat gaat hem niet worden. Dat... Eh, er staat in het Oude Testament, ik trek het even lekker algemeen, hè? in het Oude Testament in Genesis, waar dan de relatie tussen man en vrouw wordt besproken, met hoe dat dan, eh, hoe het ontwerp in elkaar zit. En de bedoeling is dat een man en een vrouw, dat die één vlees worden. En de man, die moet zijn gezin in de steek laten, en het gezin waar hij opgegroeid is, hè? dus zijn vader en zijn moeder en zijn broertjes en zijn zusjes, dan moet hij helemaal loslaten. En hij moet een nieuw gezin gaan stichten met zijn vrouw. Dat staat, dat staat er letterlijk in Genesis, Genesis 2 neem ik aan. Hetzelfde moet de vrouw ook doen. Nou, mijn dochter doet dat niet. Die laat haar moeder niet alleen. En die blijft bij die moeder. En als, als jij dus als jonge man een relatie begint met mijn dochter. Nou, punt 1. Ja, mijn dochter ziet er gek uit. Uh, ze heeft. Uh, hoe heet het nou? Je hebt van die verschillende stromingen hè, onder de jeugd. En het ene is dan kakker of zo. Hè? Wat we vroeger kakkers noemden. Een beetje van die, uh, uh, die rijke luiskinderen of zo. Is zij niet? En heb je ook nog uh, van die. Ja, van een soort van. Alternatievo? Is ze dan ook niet? Of juist weer wel? Maar ze heeft dus een, een piercing door de neus. En van die toeps in haar oren. En voor de rest geen of niet of nauwelijks make-up. En als ze wel een make-up doet, dan doet ze echt idiote make-up op. Het is, dus niet, het is echt niet zo'n poppetje. Met een. Uh... Ja, ik ken het wel. Dat ze een horloge hebben en daar ook nog een houten armband bij. Want dat is een hip. En dan een zonnebril in je herdoe. Dat, dat, zo loopt ze er niet bij. Ze heeft Dr. Martins aan haar voeten. Dat een stoere meid. En ze scheert haar benen niet. Zo'n typeje. Ze heeft een IQ van 130. Minimaal. Nog slim ook. En ze ziet er goed uit, ze heeft een hele mooie schedel, mooi lang gezicht en een goed paar tanden. Ja, ze is echt een mooie vrouw. Niet spichtig. Ja, ze is een hele mooie vrouw. De laatste keer dat ze bij me was, had ze echt wel iets van een uh, ja, dijvlees, heet het dan, hè? en een kont. Dat had ze nooit zo. He. Dat had het een beetje mager geweest als kind. Dan keek ze naar haar. Ik zei, nou ja, ziet er goed uit man. Ze kon wel wat gebruiken. Daar, he, rond haar heupen. en zei dan gelijk zo, dankjewel. <laughs> Dat is heel beleefd. Maar die band met haar moeder. Die is ziekelijk. Dat hoort niet zo te zijn. He. Je hoort niet zo... Bij je moeder te trekken. En als ik dat al als vader niet uh, voor elkaar kan krijgen om uh, haar los te krijgen van die moeder, uh, hoe moet jij dat dan als man voor elkaar gaan krijgen? En. Trek het alsjeblieft even algemeen. Het dat, dat, dat gaat niet zozeer om mijn kind. Die, waar je dus geen relatie mee moet gaan beginnen. Dat zou, het, nou, niet dat ik je moet meiden of zo. Maar hou die relatie lekker vrolijk en neutraal. En, uh, je mag gewoon een stedentripje maken met mijn kind. Dat zal ze hartstikke leuk vinden. En jij ook, denk ik. Maar meer niet. Hè. Geen seks. Het kweekt alleen maar verwachtingen die zij niet zal kunnen inlossen. Zolang zij niet los is van die moeder. Dat gaat niet. En kinderen, dat gaat al helemaal niet. Want de kans dat ze voor de eigen kinderen net zo gaat zorgen als dat haar moeder voor haar heeft gezorgd, die is erg groot. En dat wil jij als vader niet meemaken. Geloof me dan maar. En heb ik voor 100% gelijk? Nee, natuurlijk niet. Homo. Dat <laughs> verbaas mij. Ja, natuurlijk, als jij denkt van nou, Perry, je zegt het wel, maar ik zie er wel een gat in. No pun intended. Ja, moet je toch doen. Het bloed, ga het bloed gaat waar het niet. Hè? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan ga je maar kruipen. Natuurlijk, maar het is wel mijn beschouwing over het geheel. En dat zonder wrok, zonder niks, zonder gewoon neutraal. Dus zo is het. En ze hebben in, in Stockholm daar hebben ze een syndroom ontdekt. En dat is heel toepasselijk. Is dat het Stockholm-syndroom genoemd? Nu ga je wat leren. En wat was er aan de hand? Nou, in Stockholm had een kaping plaatsgevonden. van een bus of een trein of een metro. of een zeg maar wat. of een bankgebouw. Of... Nou, was de politie was erbij gekomen. En uh, die hele kaping is beëindigd. En de gekaapten. Die werden ja, psychologisch dingen, psychiatrisch, uh, hulpverleningstrajecten en zo. Hè? Want, oh, die mensen waren natuurlijk getraumatiseerd. Hè? Ik weet niet meer precies wat het was, maar stel, het was een bankgebouw. Ja, de, tante Jo komt er binnen om het geld op te halen voor de huur van komende maand en uh, zit vervolgens uh, hè? dagenlang uh, opgesloten in een bankgebouw. En wat bleek nou? Die gekaapte mensen, die dus tegen hun wil waren vastgehouden onder bedreiging van geweld. En er, was ook, er had ook geweld plaatsgevonden en alles. Maar die hadden sympathie voor die kapers. Sympathie voor de daders. Nou, uh, uh, die psychiaters, uh, uh, die... Uh, die vielen stijl achterover van verbazing. En die hebben dat gepubliceerd en toen is dus de term Stockholm syndroom de wereld ingeslingerd. Dus dat je sympathie ontwikkelt als mens, juist voor degene die jou onheus bejegent. En daar is een hele logische verklaring voor. En die verklaring behelst dat je... Uh, je wil niet accepteren dat die ander die jou dat aandoet, daadwerkelijk kwaadaardig is. Want dan heb je geen hoop meer voor de toekomst. Dus uit een overlevingsdrang. Ga jij fantaseren dat die ander zijn gedrag weliswaar, ja dat kan je dus niet veranderen, dat gedrag blijft wel zo, maar de intentie, de reden waarom die dat doet, die intentie is goed. Het gaat wel om een goed mens, zodat er nog iets goeds zit in die geweldpleger. Want als er helemaal niks goeds in zit, ja, dan, dan zijn we hopeloos verloren. Dus fantaseer je dat goede in die kaper. Dat is het Stockholm-syndroom. Ja, ik weet nog dat ik met mijn dochter op vakantie was. was na de scheiding. Anderhalf jaar nadat ik hier woonde op de Rodeburgstraat. En we waren heel eind weg, helemaal in Finland. Het was juli of zo. Nou, in Finland gaat dan de zon niet onder. Waar, heel even. wordt het schemerig en dan is de schemer weer voorbij. En het was een uurtje of negen s'avonds. En ik zat lekker in een stoeltje bij het meer. Koffie te drinken, check te roken en een boekje te lezen. Kom mijn dochter naar me toe. Pap, hoe laat is het? Nou, ik pak mijn Nokia. We zijn in Finland op vakantie. Wat neem je mee? Ja, je Nokia natuurlijk? Ik heb al jaren lang heb ik een Nokia. En mijn Nokia. En ik kijk hoe laat het is. Ik zeg nou, het is uh, bijna negen uur. En mijn dochter die, die begint bij kans te huilen, man. Die raakt helemaal in paniek. Van ik had al lang moeten slapen. Ik zeg, oh zo, het is vakantie. Ja, zegt ze, maar als ik niet op tijd naar bed ga, dan slaap ik niet goed en dan heeft mama daar last van. Ik zeg, je moeder is er helemaal niet. Die zit 2000 fucking kilometer, ja ik zei geen fucking, maar hè, die zit 2000 neukende kilometers naar het westen. Ja, zegt ze, maar over uh, anderhalve week, dan, uh, dan ben ik weer met mama. Ik zei ja, dat is over anderhalve week. Ja, zei ze, maar als ik een keer niet op tijd naar bed ga, dan heeft mama daar twee weken lang last van. Dus uh, als ik over anderhalve week uh, weer in Nederland ben, dan heeft mama daar nog een halve week last van, dat ik vandaag te laat naar bed ben gegaan. Ja, terwijl ze dan even geen rekening houdt met het feit dat we in Finland zitten en we hebben een tijdsverschil van minimaal een uur. Want in het westen, in Amsterdam, heb je de ja, Amsterdamse tijdzone. En in Helsinki heb je een andere tijdzone. En daar is het namelijk een beetje later. Ja, een uur later dan in Amsterdam. Dus als we teruggaan naar Amsterdam, dan winnen we zonder meer een uur. Dus waar heb je het over? Met andere woorden. Eh, zij wilde dan om half negen slapen. Ja, het is negen uur, maar het is negen uur in Finland. Dus het is pas acht uur in Nederland. Dus in Nederlands tijdsbegrip heeft ze nog een half uur de tijd om nog lekker te gaan spelen. En gaan net als die andere meisjes, want ze was niet eens het enige meisje. Er waren nog twee andere meisjes van haar leeftijd. En die zaten nog te plonsen in het meer. Uh, je badpak halen, gaan er even lekker in het meer, hè? Je hebt nog een half uur. In de Nederlandse tijd. Ja, dan kan je dat meisje niet uitleggen, want die was helemaal. Uh, oh, mama, oh, mama, rekening houden met mama. Toen zei ik tegen haar: zeg, Ik heb toch ook nooit last van het feit als jij een keer later naar bed gaat? En toen kwam het hoge woord eruit. En toen zei ze tegen mij: Ja, zei ze. Maar mama is veel gevoeliger dan jij. Met andere woorden, ik ben een ongevoelige lul. En daarom heb ik er geen last van. Maar mama is een hoogverheven wezen. En die heeft er last van. En daarom is het haar verantwoordelijkheid, van mijn dochter dus, om op tijd naar bed te gaan. Ja, Kijk, zo zit die psychologie in elkaar. Hè? En ja, nu is zij acht jaar ouder. Maar er is geen s'nachts veranderd. Ik moet de dag nog meemaken dat mijn dochter dan tegen mij zegt van nou, nou is het afgelopen. En die bitch die zichzelf mijn moeder noemt, die hoef ik voorlopig niet meer te zien. Want dat wordt fase 1. En dan komt de belangrijke fase dat mijn dochter dan tegen mij zegt van nou pap, ik heb mama vergeven. Ik was heel boos op haar. Maar nou niet meer. Nou, dat zie ik niet tussen nu en, uh, en drie maandstanden uh, gebeuren hoor. En tot die tijd blijft mijn dochter in de rondte lopen met dat Stockholm-syndroom. Ja, nou, dat is uh, heel lullig voor mijn dochter. En zij is de enige die er wat aan kan doen. En jij als man, uh, ja, je ziet haar misschien wel eens een keertje lopen en dan denk je, jeetje wat een mooie vrouw. ze hebben hele mooie lange benen. en uh, Echt niet stom hoe ze eruit ziet hoor. Een mooi glanzend haar en ja, een goede smaak voor muziek. Zo. Ze houdt van Bowie en van de Talking Heads en van, uh, wat ik weer, 21.000 pilots of zo. Nee, 21 pilots en uh, Panic at the Disco. Uh, al die andere hippe dingen. En nou is ze bezig met ska. Uh, Spinfist daar houdt ze van. Au oh, en uh, Muse, die Amerikaanse band. They will not control us. Dat okay, je toch wel? We will be thick. Horius, doo Muse, M U S nou, E. ze hele hipper meid. Hè? Maar nog niet klaar voor een relatie. Die is nog niet zo ver dat ze hè, haar vader en haar moeder kan laten voor wie ze zijn om een eigen gezin te stichten. Echt nog lang niet. Het gaat nog jaren duren. Als het überhaupt zover komt. Maar goed, zover is het. het uh, ik heb het geaccepteerd. En dan die uh, uh, vraag dan uh, de moeder van je kind, ik vraag me af hoe het zover is kunnen komen. Ja, dat, dat. Toen het. Toen mijn kind drie was. Toen kwam de moeder van mijn kind. Die kwam met zo'n opmerking: van. Uh, waarom ga jij niet uh, ergens anders wonen? Van, uh, zij zou het huis wel behouden. Want uh, dat had ik eens dus helemaal leuk ingericht en alles. Nou, dat, is, nou, dat huis is wel. Uh, ja, dat is wel naar mijn wens. Alleen er is één ding. En dat bevalt me niet zo. En dat is die vent die dat huis heeft. Gemaakt. Want die loopt ook de hele dag maar in de ronde. En dat, dat bevalt me eigenlijk niet. Dus als die man nou weg is. dan is het huis perfect. En ik zei dus tegen haar: van, Jeetje, ja, maar een ander huis wonen. hoe zie je dat voor je? Dat kan zomaar niet. En hoe moet het dan als ik voor mijn werk. Uh, dat, we moeten gaan, uh, dat ik zou moeten verhuizen naar het westen? Dat zou zomaar kunnen. Uh, en dan? Dus dat, dat ik een huis in de Spijkerbuurt ga bewonen, dat is dan nog te beseffen. Maar wat nou als ik naar Amsterdam moet? Dat ik daar een gave baan krijg bij IBM of zo. Ik ben programmeur van beroep. Van, van passie, van kunde. En toen zei ze tegen mij: Wauw, als je dat doet, je gaat voor IBM werken in Amsterdam. Uh, in in zo'n situatie. Nou, zei ze, Dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Nou, toen had ik op kunnen stappen. Toen had ik kunnen zeggen. Oh, nou, Oké, okay, denk je er zo over? Uh, nou, kappen met die handel. En ik was toen officieel getrouwd. Um, ja, in principe ben je dan de bok als man. Maar. Ja, iemand met het intellect zoals ik, uh, die weet ze daar onderuit te wermen hoor. You believe me. Ik was eigen baas, een eigen zaaktoestand. En nou, wat je dan doet, is op papier laat je de boel uh, zo goed als failliet gaan. Het geld sluis je weg. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je sluis die monies weg en een goede advocaat erop. En in die tijd was ze al bezig met vreemdgaan. En dat doe je dan ook nog eventjes erbij. En dan heb je een mooie zaak voor de rechter. En een, een of andere ongelofelijke knalscheiding. En dan toen had ik daar nog geld voor. En zij is niet zo intelligent. Dus. Dat had ik toen kunnen doen, maar ik wilde mijn kind niet in de steek laten. Dus hoe is het zo ver kunnen komen? Nou. Het is zover kunnen komen doordat ik mijn kind niet in de steek wilde laten. En achteraf bezien... Um, ja, ja... Er zijn wel meer dingen die je doet. Uh, uh, neem dat suipen van mij van de afgelopen twee jaar of zo. Uh, had ik dat uh, moeten doen? Was dat een goede keuze geweest? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Zit de goede kanten aan? Want ik heb al erg veel plezier gehad. God, dat heb ik ook meegemaakt in die tijd. Uh, ja, was het nou een goed idee? Ja, ik weet het niet. En was het bij die vrouw blijven vanwege het kind? Was dat nou een goed idee? Ja. ja ik weet het niet. Ik heb ervoor gekozen. Ik heb ervoor gekozen destijds, dat is alweer 16 jaar geleden, om bij die moeder te blijven vanwege dat kind. En ik heb er een aantal jaar geleden voor gekozen om het ongelooflijk op een suiper te zetten. Ja. En van beide gevallen, beide keuzes, maak je of draag je de consequenties. Dat kan ik zeggen. Maar ik kan naar waarheid zeggen dat als ik. Twee, drie jaar geleden. dat ik zo ongelooflijk begon te suipen. als ik dat niet had gedaan. dan had ik nu op terreinen. wel echt wel een wat makkelijker leven gehad. Heus. Had ik in elk geval meer geld gehad. En hetzelfde geldt ook voor die keuze die ik gemaakt heb toen. 13 jaar geleden. Om te blijven... Nee, wat zeg ik? 16 jaar geleden. Om te blijven bij dat gezin, vanwege mijn kind. Hè. Ja, het heeft me wel een hele hoop geld gekost. En als ik toen voor mezelf had gekozen... Dan had ik waarschijnlijk... Ja, was er nou zo gek veel veranderd? Mijn dochter had ik denk ik toch wel gezien. Hè, voor, voor 10% van de tijd of zo. Want zo'n kind ja, heeft wel in de achterhoofd van... Goh, ik heb toch nog een papa en... Maar die 90% aandacht bij die moeder. dat was toch wel gebleven. En nou, die 10% die ze dan voor mij over had. die had ik toch wel gekregen. Ik had alleen een stuk meer geld gehad. En meer, ja. ja. meer leuke dingen meegemaakt, denk ik. Maar ja, moet ik daar nou over gaan zitten? Jeremiëren. Jere? Beide beslissingen, de beslissing om veel te gaan zuipen, die heb ik genomen en absorbeerd. Uh, en de beslissing om het kind niet in de steek te laten, die heb ik ook genomen en absorbeerd. Feest de music, zeggen ze dan. Ja. Zijn dat zijn toch mijn beslissingen? Nou nou. Maar zo ver, uh, op die manier kon het dus zover komen. Gewoon een keuze geweest, een mijn keuze. En dan de laatste vraag, of die tweede vraag. Uh, hoe is die relatie begonnen? Nou, dat was een uh, uh, mm, ja, dat was my bad, op zijn Engels gezegd. Het was mijn fout. Ik heb seks gehad met die vrouw. voordat ik haar. ja, voordat ik kon spreken van een huwelijk. Ik denk daar nu echt heel anders over. Ik ben er veel strikter over gaan denken. En toen. was ik. Ja, ik ben nooit zo'n. zo'n neukkanon geweest. die vrouwen zag als. Uh, ja, veroverende, veroverbare objecten of zo. Helemaal nooit, hè. Maar ik deed ook aan de andere kant niet moeilijk over als een vrouw dan seks wilde met mij. Dan dacht ik van: oh, nou is dat wel leuk, ja. Ook al kende ik dan zo'n vrouw niet of nauwelijks, niet op de eerste avond uit, dan niet, maar ja, dan heb je iemand een aantal keer gezien, zeg maar een keer of tien of zo. En dan wil zo iemand seks met je. En dan. Nou, dan vond ik dat wel oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Dat weet ik nu. Dat, dat weet ik nu heel strikt. Dat moet je niet doen. Dus even voor jou dan. Voor de, de mensen die hiernaar luisteren. En neem dit ter harte, alsjeblieft. Het is maar seks, hoor. Het is niet het begin van de wereld. En. Uh... Het kan wel het einde van je leven zijn, snap je? Want well, seks maakt meer kapot dan je liefhebber. En ik kende die vrouw echt nog maar een paar maanden of zo. En ja, toen hadden we al seks. En binnen no time was ze zwanger. En in die zwangerschap, daar, daar heeft ze me ingeluist, Puur ingeluist. Want ik wilde in die dagen, ja, punt één, ik wilde dus niet per se seks met haar, maar dat wilde zij zo graag. En toen wilde zij een vaste relatie met mij en dat wilde ik helemaal niet, maar dat wilde zij zo graag. En oh, allemaal traantjes en, en ik wil zo graag bij jou zijn en wij, grote leugen. Ik hoorde zo'n verhaal van de week van een vrouw. En die heeft drie kinderen, dat is een drieling, drie zoons. Van een man, en die komt uit Afrika, uit Soedan. En dat was haar tweede relatie. Het eerste huwelijk was op de klippen gelopen, denk ik. Weet ik verder niks van. En hij wilde dolgraag kinderen met haar. En zij had zoiets van: Nou, dat weet ik niet hoor. Want uh, ze had al kinderen. Ja, maar ik helemaal op, 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 op. gouden bergen. En toen heeft ze daarin ingestemd en toen zijn ze gestopt met voorboesmiddelen. En zij werd zwanger en er was gelijk in één keer raak: drie kinderen van hem. Nou, die kinderen waren er. En die man, gelijk met een happy smile naar het gemeentehuis. Die kreeg een verblijfsvergunning. En, uh, en die was weg. Ja. Dus die man, die wilde heel erg graag kinderen met haar. En de reden daarvoor was. dat hij dan een verblijfsvergunning zou krijgen. En zij zei tegen mij: van ja. De, de waarde in geld. van een verblijfsvergunning in Nederland. Dat is enorm. En ons zegt het niet zoveel als Nederlander. ben je hier geboren en ja, je bent Nederlander. Je bent hier geboren, je hebt een Nederlands paspoort en alles. En voor ons is dat allemaal hartstikke normaal. Maar voor iemand uit Soedan. Is een Nederlandse verblijfsvergunning, dat, dat staat dus gelijk aan. Nou, noem eens wat. Dat krijg je hier als je helemaal niet werkt. Dan krijg je 922 euro uh, netto per maand. Plus, dan moet je dan toeslagen aanvragen. En dan krijg je nog iets van 250 euro toeslagen erbovenop. Dat is alles bij elkaar. Dus het is het 1200 euro. Hoef je geen donder voor te doen. Ja, dat is een mega bedrag in Soedanese ogen. Plus gezondheidszorg, plus eh, zeg het maar. Ja, zei die vrouw tegen mij. Achteraf kon ik me wel voor mijn kop slaan. Die man dat was een, econ was een, ja, een vluchteling, o, was helemaal geen vluchteling, dat heet een economische vluchteling. Maar... En dan ging die man alleen maar om de poen. En zo gauw zij dus vol zat met uh, drie paar benen in haar buik. Waar die haar mee geschopt had. Geshopft. Nou, zij zat met die kinderen en, en die man was pleiten. Nou, bij mij ging dat precies zo. En zij zei tegen mij van, ja, en ik, uh, uh, want zij wat niet aan de pil, want dat was slecht voor haar lichaam vanwege uh, die hormoontoestanden. En ik had uh, ja, condooms in huis. Dus uh, ja, we hadden dan seks met condooms. En zij had dan zoiets van: ja, we hebben nou toch. Uh, uh, we zijn nu monogaam. En dan zijn die condooms niet meer nodig voor de toestand. En dan zei ik: ja, maar ik wil geen kinderen. Ja, zei ze maar: dan doen we periodieke onthouding. En ik geef al aan wanneer mijn ijsprong is, want dat weet ik precies. Ik zei: oké. Okay. Nou, it's a deal. Huh? Nou, het ging twee, drie maanden goed, toen was ze zwanger. En toen kwam het verhaal van haar kant, dat ik zeg tegen haar zei: van, hey, hoe kan het nou dat je zwanger bent? Ja, hè? Jij wist toch precies wanneer je ijsprong was? Toen zei ze: nee, dat is helemaal niet waar. Heb ik nooit gezegd. Ik word namelijk heel erg onregelmatig ongesteld. Ik weet helemaal niet wanneer ik vruchtbaar ben. Ik ben niet zo tegen me liegen hoor, jij leugenaar. En toen werd ik helemaal gek, joh. Die krijgen we nou. En dan werd zij boos op mij, hè. Hoe ik haar durfde uit te maken voor een leugenaar. Had ze namelijk nooit gezegd. Nou, zo is het begonnen. Ja. En ik. Uh, ja, ik heb dus seks gehad met iemand die ik helemaal niet zo goed kende. Dat is fout 1. En fout 2: ik heb niet gesignaleerd dat. Uh, hoe moet ik nou zeggen? Ik werd uitgemaakt voor een leugenaar en ik. Uh, ik probeerde te begrijpen wat zij nou eigenlijk bedoelde. Terwijl ik had moeten beseffen dat ik helemaal niet aan het liegen was. En dat ik even uitgemaakt word voor een leugenaar. En als iemand je uitmaakt voor een leugenaar, terwijl je helemaal niet geleugen, he, gelogen hebt. Terwijl je helemaal geen leugenaar bent. Want ik ben geen leugenaar. Dan word je valselijk beschuldigd en zo iemand, daar moet je geen contact mee willen. Maar ja, ze was toen al zwanger en ik voelde me toen al verantwoordelijk voor dat kind. En nou niet meer. Nu zijn we 19 jaar verder en nu heb ik zoiets van nou kind, uh, yeah. je bekijkt het maar. Ik heb liever niet dat jij uh, zo onder de rokken van je moeder blijft hangen, maar ja, je laat ze toch niet naar mij. Dus wat zal ik me druk maken? En ik vind het wel interessant om daar uh, ja, nog een beetje mee te maken, wat ze allemaal gaat doen en... Uh... Ja, en waar mogelijk wil ik haar uh, wel uh, van advies dienen en met wat tips komen en zo. Maar op de belangrijke gebieden denk ik, ja... Het is voor mij een beetje afwachten uh, of het moment nog gaat komen... dat zij tegen mij gaat zeggen van, nou, ik wil die bitch van haar moeder uh, voorlopig even helemaal nooit meer zien. Want dat moment moet gaan komen. Maar dat, ik weet het niet. En als dat moment komt, zou ik het fijn vinden dat ik dan nog bij haar, in, in, dat ik nog een breinpositie heb, zoals het heet. Dat ik nog in gedachten ben. En niet dat ze die woede naar de moeder krijgt. Eh, terwijl ik eh, niet meer in beeld ben. Op wat voor een reden, om wat voor een reden dan ook. Want wat niet de bedoeling is, is dat ze blijft hangen in die woede. Want dan, dan zijn we net zo ver van huis. Dan is het niet beter geworden, en, maar misschien ook niet slechter. Maar het is niet beter geworden. Ze moet eerst beseffen wat haar is aangedaan. Wat haar is ontnomen door die moeder. En dan krijg je daar die woede, de verdriet, die teleurstelling en al die meuk. En dan moet die vergiffenis komen voor die vrouw. En ik hoop dat ik haar in dat traject mag begeleiden. Maar ja, als dat er niet in zit. Ja, dan moet ik ook reëel in zijn. Als dat, als dat er niet in zit, als dat niet kan. En voorlopig, ja, zij heeft geen relatie met een man. En ik denk, mooi zo. Oude zo. En geen kinderen, geen man. Cool. Ja, als het maar niet erger wordt. Nou, ze had een heel leuk eerste vriendje. Echt een leuke gozer. En ik vroeg aan hem op een dag: Wan, hoe gaat het tussen jou uh, en haar? Nina heet ze. Nou, zei hij tegen me. Het gaat goed als ik haar positief benader. En toen dacht ik: oeps. Snap je? Snap je dat ik toen dacht: oeps. Maar dus zij heeft het uitgemaakt met die jongen. En ja, dat vind ik dus kloten voor mezelf. Dus ik heb er echt van gebaald. Maar dat is egoïsme van mijn kant. Dat was wel een fijne vent. Daar, daar had ik echt wat aan. En dan moest ik mijn dochter hebben voor iets. Dat ze met mij iets afgesproken En dan hoor ik van die. Ja, turthola, laat ik het maar zeggen. Dan hoor ik dus niks van haar. Door in dan bel ik haar op en neem ze niet op. En dan kon ik altijd hem bellen. Hij nam altijd de telefoon op, altijd uh, gelijkgestemd, altijd heel rustig. Altijd van: hé hey, Peri, alles goed. Ik zei, ja hoor, ik zeg: heb even een vraagje. Oh, zei hij wat om? Ik zeg: nou, zus en zo. En dan kan hij altijd netjes met een antwoord. En, nou. Ja, een toffe vent ja dat wil je hebben als kerel voor je dochter, hè? een betrouwbaar sujet, <laughs> een betrouwbare vent. Maar voor hem is het maar beter, want dat kan natuurlijk niet, hè? Ja, positief benaderen. Dat die jongen dat weet, dat op zich al, hè. Dat denk ik van, wauw, wat ben jij goed bezig, man. Maar hij weet dat dus, hè. Dat dat, dat hoort in de omgang tussen mensen. Dat je dat, dat je dat stuurt op een positieve manier, hè. En dat, ja, dat hoort, in de, ja, dat hoort bij de professionals. Dus als jij de verkoop ingaat... Hè, dat is best een leuk vak, hè, verkopen... Ja, dat is ook alles moet positief zijn: hè? dat is allemaal positief stimuleren. Ja. En dan je, je moet je tegen een klant: dan moet je vooral niet negatief gaan doen. En, van, nou, nee, dat zou ik niet doen, mevrouw. Als je dan toch. Nou, dat zou ik niet doen. En dat, dat moet je niet doen als verkoper. Hè? Je moet altijd op zoek gaan naar die positieve dingen. En, nou. <tus> Dat hoort bij de professional, bij degene die betaald krijgt voor zijn arbeid. Dus op mijn werk, daar zaten we afgelopen vrijdag koffie te drinken. En de begeleiding zaten ze lekker aan het tafeltje in het zonnetje. En dan kwamen die mensen, die bewoners, die kwamen bij ons aan tafel staan en een beetje ja, aandacht vragen. En die begeleiders hadden er eventjes geen zin in, hè? want we waren aan het koffiedrinken. En toen werd er tegen een van die bewoners gezegd: van, Je mag binnen gaan zitten. Hey, dat is positief hè. Dus, uh, er werd niet tegen gezegd: Wij zitten hier buiten even uh, een, een checkje te roken, een koffie te drinken en we willen even alleen zijn hoor. Even niet hier zijn. En dat, dat doe je dus niet. Hey, je moet het positief stimuleren. Hoor. Je moet zeggen: Je mag binnen zitten. Je mag binnen zitten hoor. En dat werkte hè. En er was er eentje die dan, oh, mag ik binnenzitten? Ja, je mag binnenzitten. Dat is een heel laag niveau daar. Maar dat dan, dat vriendje van destijds tegen mij zegt: van, ja, Het gaat goed tussen mij en jouw dochter als ik haar maar positief benader. Ja, daar word ik dus niet blij van. Hè? Dan denk ik van, op Er gebeurt waar ik bang voor was. Hè? Maar dan terug naar hoe is het begonnen. Nou, ik ben die vrouw tegengekomen in de horeca in, in de kroeg. Veel te snel seks gehad met haar. Veel te snel uh, ja, onveilige seks gehad met haar. Toen verantwoordelijkheid op me genomen voor dat kind. En de rest is geschiedenis. Die moeder heeft een ernstig jeugdtrauma. En wil daar niet van af. Ze vindt het wel best. Het is voor haar. Uh, ja, de een heeft een pukkel op zijn linkerbil, en ik heb een jeugdtrauma. En uh, ja, we hebben allemaal wel wat. En haar eigen kind heeft inmiddels ook een jeugdtrauma. Niet zo ernstig als de eigen moeder. Want de eigen moeder is niet alleen mishandeld door hè, oma, zeg maar, maar ook door opa. Dus die is mishandeld zowel door de vader, eh, door de moeder als door de vader. En mijn kind is alleen mishandeld door haar moeder en niet door mij. Dus dat scheelt, maar zoals de boeddhisten zeggen, je kan versuipen in de Marianentrog, maar je kan ook versuipen in een regenplas. Niet letterlijk hoor, dat de boeddhisten dat zeiden, maar uh, je, je kan versuipen in, in diep water, maar je kan ook versuipen in uh, ja, ondiep water, in een plas kan je ook versuipen. Ja, dus dat de mishandeling, de verwaarlozing in het geval van mijn dochter een stukken minder was dan in het geval van haar moeder... Uh, ja ze kan er net zo erg aan toe zijn. Dus Ik weet niet hoe dat uitpakt. Ik weet alleen voor mijzelf en uh, ik kan het dus ook positief houden. Dat is ook naar jullie toe. Uh, ik moet positief blijven. Uh, dus ik moet de aandacht die mijn kind nog voor mij heeft, uh, die moet ik zo goed mogelijk uh, consumeren. En die aandacht die ze mij geeft, die moet ik retourneren op een positieve, zo positief mogelijke manier. Ja, zodat mijn kind altijd denkt van, nou, het was de afgelopen keer, afgelopen keer bij papa wel gezellig. Dat we gelachen hebben en wat leuke dingetjes doen En ik moet die dingen die er fout gegaan zijn in haar jeugd... ja, die moet ik wel op tafel zien te krijgen. Maar dat, daar ben ik heel, heel, heel voorzichtig mee. En de afgelopen keer was ik van voornemens om één dingetje op tafel te gaan leggen. En uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. En dan hebben we lekker gekletst over koetjes en kalfjes. Ook wel over serieuze dingen en... Ja. Een lekker gegeten. Schaakpuzzeltjes opgelost. En dan laat ik haar maar bepalen waar het onderwerp van gesprek over gaat. Ik denk dat ik zo. Je moet gezien de situatie. Je moet er het beste uit weten te halen. Kijk, De situatie kan ik niet veranderen. Dat kon ik al niet. En... Ik... Nou, ik heb het wel gewild, ik heb er een relatietherapeut bij gehaald en niet één meer, maf. Meerdere professionals bij gehaald. Maar in deze maatschappij waarbij de vrouw zo beschermd wordt door regels. Oh nee, deze vrouw, deze maatschappij die onderdrukt vrouwen. Nee, dat is helemaal niet waar. Die beschermt vrouwen. Door de hele tijd te roepen dat ze maar onderdrukt worden en onderdrukt worden. Dat vrouwen voor zichzelf op moeten komen. Dat. Is de mannenonderdrukking. Dat is de bescherming van de vrouw. Alle vrouwen zijn zogenaamd zielig. Dat zijn ze helemaal niet. Door mijn eerste vriendin, die ging vreemd. Mijn tweede vriendin, die speelde de baas op een hele vervelende manier. Dusdanig dat zelfs mijn moeder het in de gaten kreeg: van, Jeetje, zeg, wat zit die vrouw jou in de rond te koeieneren? Mijn derde vriendin ging vreemd. Mijn derde serieuze relatie. Nou, dan zijn we inmiddels. Uh, had ik twintig jaar lang dus relaties gehad met vrouwen. Kijk wat, ik heb dertig jaar lang heb ik relaties gehad met vrouwen. Ja. Vanaf mijn twintigste tot de vijftigste. Nou, de eerste drie was een drama en toen kwam die relatie met de moeder van mijn kind Dat was ook een drama. Zijn die vrouwen zielig en onderdrukte wezentjes geweest? Nee, flikker op me. Dat waren bitches en dan hebben ze dan in het geval van de moeder van mijn kind een jeugdtrauma ze zijn zielig. maar het is haar keuze om er niks aan te doen toch of niet Als je iemand die ongelofelijke kiespijn heeft uh, en daardoor uh, niet goed aanspreekbaar is op de verjaardag van tante Mien dat is allemaal heel begrijpelijk, maar iemand die ongelofelijke kiespijn heeft en naar de tandarts had kunnen gaan, maar dat niet gedaan heeft, omdat hij geen zin had om naar de tandarts te gaan, en dan zagerijnen gaat lopen wezen op de verjaardag van tante Mien, ja, ja die verdient geen medelijden. Snap je mij? Ja, dat ik de moeder van mijn kind vergeven heb, houdt in dat ik niet meer boos ben op de, en dat ik de hechting aan Ander gedrag van haar kant. Ja, die hechting heb ik laten varen. Maar heb ik Nederland. Ja, ik vind het wel zielig. En dat soort dingen. Maar ja, daar heb ik mee gehaald, hoor. Ja? Nou, ik hoop dat ik. Uh, lekker persoonlijk allemaal. En goed algemeen getrokken. Hè? Geen Viro Giro 555 gaan beginnen. Voor Red Perry. Want oh, hij is zo zielig. Want ik ben helemaal niet zielig. Ik had hartstikke leuk werk. Ik ga vandaag weer lekker programmeren. Gisteren ongelooflijk lekker gegeten. En vandaag ga ik mezelf tracteren op uh, Chinees. En vanavond uh, heb ik weer een meeting met uh, Jurk Gliesman. En allerlei andere Duitsers. Over internet. En dan wordt er voorgelezen uit uh, allemaal zware boeken. <laughs> en morgen weer lekker naar mijn werk. Dus uh, een heel gelukkig iemand uh, zegt op zijn hamburgs tegen jullie: Tjus. En dag, lieverds.